Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed in ieder geval. We hebben ondertussen al aardig wat stappen gemaakt als het gaat om het opzetten van de voeding voor spiergroei. Zo hebben we gekeken naar de calorieën, hoe jij dan jouw caloriebehoefte kan berekenen, hoe je deze calorieën kan invullen, oftewel de macronutriënten, en dan tot slot hoe je ze kan verdelen, dus de maaltijdfrequentie. Wat nog twee niet onbelangrijke dingen overlaat, namelijk de voedingssupplementen en de vochtinname. Waar we dus vandaag naar gaan kijken. En als we deze twee hebben gehad, hebben we de voeding voor spiergroei compleet. Dus mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te klikken. Want dan weet jij wanneer er weer nieuwe video's geüpload. Mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan misschien wel wat hulp gebruiken bij spiermassa opbouwen, vet verliezen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website. En daar staat mijn 1-op-1 coaching. Maar dat gezegd hebbende, hoe groot is de impact van voedingssupplementen? Als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen dat dit zo'n 5% van het uiteindelijke resultaat is. En ik heb een beetje het idee dat de meeste mensen dit nogal overschatten. Ze spenderen heel veel geld aan supplementen die niet of nauwelijks werken. Supplementen zijn altijd een aanvulling op en dienen nooit ter vervanging van de voeding. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er niet wel een paar handige supplementen zijn. Ik heb alleen het idee dat de meeste mensen er gewoon te veel van verwachten. Dus alsjeblieft, voor je naar de supplementen gaat kijken, zorg eerst dat je de basics in orde hebt. Dus calorieën, macro's en maaltijdfrequentie. Want uiteindelijk zijn deze drie dingen toch echt 95% van het resultaat. En de supplementatie maar 5%. Maar dat gezegd hebbende, 5% is natuurlijk niet niks. Er zijn wel degelijk supplementen die jou kunnen helpen. En je tegelijkertijd niet een godsvermogen kosten. En welke supplementen zijn dat dan? Nou ja, ik heb een lijst van 5 supplementen waarvan ik zou zeggen, oké, deze supplementen zijn sowieso je geld waard. Waarvan het eerste supplement is eiwitpoeder. In deze serie hebben we al het belang van eiwitten besproken. En iets simpels zoals eiwitpoeder kan je dus enorm helpen bij het eten van voldoende eiwitten. Voor sommige mensen is het gewoon heel moeilijk om de eiwitten binnen te krijgen via normale voeding. Daarnaast, eiwitten binnenkrijgen via normale voeding is vaak ook wat duurder. Aangezien we dan moeten denken aan vlees, vis of zuivel. En als we dan gaan kijken naar prijs per gram eiwitten, dan scoort eiwitpoeder echt heel erg goed. Zeker als je de voordeelverpakkingen koopt van 5 kilo en daar dan ook nog eens een kortingscode overheen laat gooien. Wat eigenlijk vrijwel altijd het geval is bij mijn protein. Wat ik ook erg prettig vind aan eiwitpoeder is dat het zo onwijs divers is. Want ja, je zou het gewoon kunnen drinken als shake. Prima optie. Maar je kan er ook mee koken, mee bakken. Wat uiteindelijk het eten zelf leuk houdt. En voor sommige mensen is in een overschot eten echt heel moeilijk. Dus om je eten dan wat op te fleuren kan helpen. En dan tot slot, welke eiwitpoeder heb je dan nodig? Nou ja, gewoon een normale Impact Whey. Die is meer dan genoeg. Mocht je nu geen dierlijke producten willen eten, wat ik snap, ik probeer het zelf ook een beetje te minderen, kan je altijd voor een soja-isolaat kiezen. Prima kwaliteit eiwitten. Of er is ook een erwten-isolaat. Ook daar prima kwaliteit. En mijn favoriete smaken met de Impact Whey zijn salted caramel, chocolate brownie en blueberry cheesecake. De soja variant, de gezouten karamel, echt by far mijn favoriet. Ik zou zelfs zeggen dat dit mijn favoriete smaak is van alle eiwitpoeders. En bij de doperwten variant, dit vind ik persoonlijk de minste, maar dan zou ik voor de chocoladesmaak kiezen. Dan het volgende supplement waarvan ik zou zeggen, dit is sowieso je geld waard, is creatine. Want hoe werkt creatine? In de eerste 5 seconden van een inspanning gebruiken we ATP, dat is een vorm van energie, maar ook creatinefosfaat. Hoort het misschien al een beetje aan de naam? Creatinefosfaat. Dus door creatine te supplementeren, zullen we in de eerste paar seconden van een intensieve inspanning net wat extra energie hebben. En je kan je wel voorstellen dat als je net wat extra energie hebt, dat je prestatie omhoog gaat. We hebben het belang van de prestatie al besproken in deze serie. Dit is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Want dit is de prikkel die er uiteindelijk voor zorgt dat je lichaamsspiermassa gaat aanmaken. Maar daarnaast werkt creatine ook nog op een andere manier. Want de voorraad van creatine, er zit namelijk een voorraad in het lichaam, die ligt in de spieren. En door dus elke dag 3 tot 5 gram creatine te nemen, zal die voorraad aanvullen. En als die voorraad zich aanvult, komt er ook wat vocht bij kijken. En omdat het in de spieren zit, worden de spieren zelf ook daadwerkelijk groter. Dus het werkt eigenlijk op 2 manieren. Allereerst de prestatie gaat omhoog, wat voor meer spiermassa kan zorgen. En daarnaast zorgt het er gewoon voor dat de spieren zelf groter worden. Ook al komt het door vochtmassa, ze blazen toch een beetje op. Nou ja, dan is er eigenlijk maar 1 soort die ik zou adviseren. Dat is creatine monohydraat. Dan zou ik gewoon de poedervariant nemen. Ik zei het net al eventjes, gewoon 3 tot 5 gram per dag. Maakt het dan nog uit op welk moment? Nee, zorg gewoon dat je elke dag 3 tot 5 gram neemt. Mocht jou niet zo van poedervormen zijn, wat ik kan begrijpen,
dan kan je ook de creatine monohydraat in pilvorm nemen. Het is wel iets duurder, maar tegelijkertijd brengt me ook eigenlijk op het laatste voordeel van creatine. Het is het meest onderzochte supplement. Het heeft bewezen effecten. Het is ook een van de goedkoopste supplementen. Dus ook al zou je de pilvorm nemen, ben je nog steeds niet heel veel kwijt. Maar iets wat de pilvorm niet heeft, wat de poedervorm wel heeft, is dat je er smaken mee kan kiezen. En ik ga heel eerlijk zijn, eigenlijk alle smaken vind ik niet geweldig. Maar de smaak die ik dan nog het beste vind, en ik vind hem oké, is de Blue Raspberry. Het derde supplement waarvan ik zou zeggen, deze zou ik sowieso aanraden, is vitamine D. Want normaal gesproken krijgen we het merendeel van onze vitamine D binnen via de zon. Helaas leven we in Nederland en schijnt de zon niet altijd en al helemaal niet heel fel. En wordt het dus moeilijk om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Want alhoewel we een klein deel binnenkrijgen via de voeding, zit het al niet heel veel in producten en is de belangrijkste bron dus voornamelijk de zon. Iets anders wat mensen zich ook vaak niet realiseren, omdat het vitamine D heet, is dat het een hormoon is. En het heeft heel veel belangrijke gezondheidsfuncties in het lichaam. Een van de dingen waar het ook een rol bij speelt is testosteron. Mensen die niet genoeg vitamine D binnenkrijgen, ja, die lopen het risico op een lager testosterongehalte. En testosteron is een ongelooflijk belangrijk hormoon, ja, bij je gezondheid in het algemeen, maar ook bij spieraanmaak. En dit is slechts een voorbeeld. Het speelt bij veel meer andere dingen een hele belangrijke rol. En daarom is het dus belangrijk om ook voldoende vitamine D binnen te krijgen. En iets waar ik wil dat jullie op letten is dosering. Heel veel supplementen zijn gewoon heel hoog gedoseerd. Dus kijk hier altijd naar. Want als we bijvoorbeeld gaan kijken naar deze vitamine D-pil, dan zit er meer dan 1200% in. Dit zou dus betekenen dat je deze pil maar één keer in de week hoeft te nemen en niet dagelijks. Kijk altijd goed naar de dosering, bij welk supplement je dan ook neemt. Er is ook zoiets als te veel van het goede. En dan tot slot het laatste voordeel van vitamine D is dat ook dit supplement niet al te veel geld kost. Want zo heb je 60 capsules, dus ongeveer voor 60 weken, voor 10 euro. Nou ja, daar kan je nog een kortingscode overheen gooien. Dus laten we zeggen dat je voor 8 euro aan 60 weken vitamine D hebt. Dan het vierde supplement is omega 3, oftewel visolie. Kan je voldoende visvetzuren binnenkrijgen via je voeding? Ja, maar de meeste mensen eten niet genoeg vis hiervoor. Het advies is om één keer in de week voorkeur vette vis te eten. Maar uit onderzoeken blijkt dat voor maximale gezondheid eigenlijk zelfs iets meer nodig hebt. En de meeste mensen komen al niet aan die één keer per week. En dit advies is er voornamelijk voor de gezondheid, want het heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Maar daarnaast zijn er ook wat studies die laten zien dat supplementatie van visvetzuren een mogelijk spierbevorderend effect kan hebben. Ook hier weer het advies om altijd goed te kijken naar de dosering die erin zit. Maar mocht je hem bij mij protein halen, dan kan je er prima één per dag nemen. Mocht je nu een ander supplement hebben van een ander merk, laat hem dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik wil graag met je meekijken. En dan het vijfde en ook gelijk laatste supplement wat ik zou aanraden, is een pre-workout. En dan niet zozeer de pre-workout zelf, maar meer cafeïne, wat natuurlijk het hoofdbestanddeel is van de pre-workout. Mijn voorkeur gaat wel altijd uit naar koffie en of thee, in plaats van een pre-workout of een energy drink, aangezien koffie en thee ook bewezen gezondheidsvoordelen hebben. En een gezonder lichaam wordt uiteindelijk ook een fitter lichaam. Maar wat doet cafeïne nu? Ja, cafeïne heeft een prestatiebevorderend effect. Het zorgt ervoor dat we ons wat beter kunnen concentreren en het kan vermoeidheid tegengaan. Als jij bijvoorbeeld een keer een slechte nachtrust hebt gehad, dan kan het helpen om op dat moment wat cafeïne in te nemen. Kijk wel uit met cafeïne. Je kan er namelijk gewend aan raken. Gewend is niet helemaal het goede woord, want in je lichaam gebeurt precies hetzelfde. Jij merkt alleen niet echt de effecten meer. En dat brengt me ook gelijk op het laatste puntje wat betreft cafeïne. Kijk een beetje uit wanneer je het neemt. Mijn advies is om het echt 6 tot 8 uur voor het slapen niet meer te nemen. Het heeft namelijk ongeveer een halveringstijd van 5 tot 6 uur. Dus het duurt 5 tot 6 uur voordat de werkzame stof cafeïne voor de helft uit je systeem is. Dus niet eens volledig. En het kan er wel voor zorgen dat je slaapkwaliteit en slaapduur achteruit gaan. En eigenlijk zijn dit de 5 supplementen waarvan ik zou zeggen, nou ja, die zou ik aanraden, aangezien die bewezen effecten hebben en tegelijkertijd niet al te duur zijn. Maar toch zijn er nog 3 andere supplementen die ik met jullie wil bespreken, omdat je die ook mogelijk kan nemen. Deze 3 supplementen zijn wel allemaal optioneel en ik zal bij de supplementen ook uitleggen waarom ik ze als optioneel neerzet. Maar de eerste van de 3 supplementen is ashwagandha. Kijk, met dingen zoals creatine, vitamine D en visolie zijn gewoon dood onderzocht en daarvan weten we dat ze werken. Maar iets zoals ashwagandha, daar is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Het onderzoek dat er is wel veelbelovend, maar ik durf het dus nog niet met zekerheid te zeggen. Dat gezegd hebbende, lijkt het wel een stressverlagend effect te hebben. Daarnaast lijkt het ook een positief effect op de slaapkwaliteit en duur te hebben. En mogelijk door deze 2 lijkt er ook een positief effect op spiergroei en vetverlies te zijn.
dat komt door die twee, dat weten we dus nog niet. Er is niet heel veel onderzoek naar gedaan, maar het is een logische aanname. Omdat het niet al te duur is, is het een beetje een kosten-baten afweging maken. En denk ik persoonlijk dat het het wel waard is. Want in alle eerlijkheid, ik gebruik het wel. Ik gebruik het al een tijdje. Kan ik zeggen dat ik echt effect merk? Nee, maar dat kan ik ook niet van creatine en of vitamine D. Dan het tweede supplement is een multivitamine. Dit is eigenlijk gewoon een soort vangnet. Als jij van jezelf weet, je kwaliteit van voeding is niet echt optimaal en je kan wat vitamine missen, ja, dan zou ik het wel aanraden om gewoon een multivitamine te nemen. De reden dat ik hem als optioneel bijzet is omdat zeker als je voldoende eet, er geen reden is om tekorten op te lopen. Maar mocht dit nu wel zo zijn, kan dat uiteindelijk wel ten koste van je gezondheid gaan, ten koste van je prestatie gaan en dat willen we voorkomen. Nou liet ik al eventjes bij vitamine D de dosering zien, maar bij een multivitamine, alsjeblieft, let extra goed op, want hier zitten echt af en toe absurde doseringen bij. Bij een multivitamine zou ik wel altijd aanraden om het in te nemen met een maaltijd, want dan neemt het gewoon net iets beter op. Neem ik een multivitamine? Nee. Ik denk dat ik voldoende binnenkrijg via mijn voeding, maar ik neem wel bijvoorbeeld nog een extra vitamine D pilletje erbij. En dan tot slot een weight gainer. Maar niet zozeer het supplement zelf, want heel eerlijk, dit vind ik gewoon zonde van je geld. Aangezien een weight gainer niks meer, niks minder is dan gewoon een shake met heel veel calorieën erin en je die heel makkelijk zelf kan maken. Want er zijn gewoon mensen die moeite hebben met het binnenkrijgen van voldoende calorieën. Ik zei het al eventjes, bij die eiwitpoeder kan je daarmee je eten leuk maken, maar je kan ook heel makkelijk zelf een weight gainer shake maken. Allereerst kies voor volle melk of halfvolle melk, afhankelijk van hoeveel calorieën je nodig hebt. Mocht je nu geen melk nemen, neem dan een ongezoete sojamelk of ongezoete doperwtendrink. Doe er dan zoveel mogelijk havermoutpoeder bij als je aan kan. Doe er een schepje eiwitpoeder bij en dan kan je er ook altijd nog heel veel pindakaas in doen. Mocht je pindakaas nu niet zo lekker vinden, nee, dan kan je ook altijd nog kijken naar iets zoals chocopasta of speculoos. Kan je een beetje mee wisselen, houdt het ook leuk. 100% pindakaas heeft alleen wat gezondheidsvoordelen. Chocopasta en speculoos heeft dat niet. Maar ja, tegelijkertijd krijg je ook al havermout binnen, je krijgt melk binnen. Dus het is ook een beetje balans vinden daarin. En doe er dan gewoon fruit bij, iets zoals een banaan en of tropisch fruit zoals mango en ananas. Je hebt eigenlijk al je eigen weight gainer shake gemaakt, maar dan veel goedkoper. Want als we gaan kijken naar 5 kilo hier, dan betaal je 80 euro. Nou ja, met de kortingscode, laten we wel eerlijk zijn, wordt dat ongeveer 60 euro. Maar ja, dat is 60 euro voor 25 porties. Ja, dan vind ik dat je het persoonlijk gewoon beter zelf kan maken. En als je nu echt heel veel moeite ermee hebt om voldoende calorieën binnen te krijgen, dan is de laatste tip die ik altijd nog heb voor de weight gainer shake om er ook wat olijfolie of zonnebloemolie bij te gooien. Geloof me, je zal het niet merken, maar de calorieën die tikken onbewust toch aardig aan. En dan zijn dat eigenlijk alle supplementen die ik zou aanraden als het gaat om spiergroei. En zoals jullie zien zijn het er niet heel veel, maar je hebt er ook gewoon niet heel veel nodig. Want zoals ik in het begin al zei, het is eigenlijk een beetje de kers op de taart. En dan de vochtinname, hier kan ik ook heel kort over zijn. Zorg dat je urine een mooie heldere kleur heeft. Drink wanneer je dorst hebt. En als je nu merkt dat je urine over het algemeen toch een wat donkerdere kleur heeft, probeer dan wat vaker te drinken. En tot slot, zorg dat je minimaal 1,5 tot 2 liter vocht per dag drinkt. Mag het meer zijn? Ja, zeker als je sport. Aangezien je dan natuurlijk zweet en ook wat vocht verliest. En nu hoor ik je denken, wat telt dan als vocht? Nou ja, water, die is overduidelijk. Maar ook koffie, thee, frisdranken, siropen, melk. Ga zo maar door. Eigenlijk telt vrijwel alles als vocht. En dat oude fabeltje dat koffie je bijvoorbeeld uitdroogt, dat is niet waar. Maar dan was dit eigenlijk alles als het gaat over de voedingssupplementen tijdens spiergroei en de vochtinname. En dan hoop ik dat jij deze video leuk en handig vond. Mocht je aan de hand van deze video nog vragen hebben over andere supplementen die ik bijvoorbeeld niet heb besproken, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik help je graag verder. Maar hiermee hebben we dan ook eigenlijk alles gehad als het gaat om de voeding. Calorieën, macro's, maaltijdverdeling, supplementen en vochtinname. En in theorie zou je dus nu al gewoon kunnen beginnen. Maar mocht je bij jezelf denken van, goh, ik kan hier misschien toch wel wat hulp bij gebruiken, of dat nou voor spiermassa aankomen is, vet verliezen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan altijd even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website, want daar staat mijn 1-op-1 coaching. Maar mocht je deze video nou leuk en handig hebben gevonden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, nogmaals, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en om het belletje te drukken, want er komen veel meer van dit soort video's aan. Dan hoef jij die dus niet te missen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.